Als ik aan een black cape denk, denk ik aan V van Vendetta. Dat is het eerste wat in mij opkomt. Het eerste waar ik aan denk is Zorro. Zorro, Dracula, Vampire, so dark, dark stuff. Revolutie, anonimiteit. Misschien eerder aan mysterie of zo. Helemaal vermomd, een beetje ingepakt. Je hebt in Afrika natuurlijk de shamanen die al lang capes gebruikten. Maar je hebt ook hier in Europa mensen die capes gebruikten, maar was meer tegen in de wintertijd. Ze had meer een protective function. Ik denk dat mensen vroeger een cape droegen omdat ze dat ook mooi vonden. En dat ze zich een beetje weg kunnen steken in de kappen. Dan haal ik met zo'n scenario in mijn hoofd dat iemand wil vluchten. Bijvoorbeeld, en een black cape draagt om niet herkend te worden. Ik denk dat mensen een black cape droegen om intimiderend over te komen. Om, ja, een beetje zo tough. Goh, ik denk aan de black cape gelinkt misschien een hoodie, maar dan een losse hoodie, zo'n unisex hoodie. Dat heeft er wel wat van weg. Dat staat soms ook wel voor anarchisme. Dat staat voor relletjes, schoppen. Ik denk dat voor oudere mensen een black hoodie een beetje scary is. Of als je in de nacht een black hoodie aan hebt en je loopt over straat, denk ik wel dat mensen misschien gaan oversteken. Om langs een andere kant te lopen. Ik denk dat er wel een verschil is in degene die een black hoodie draagt. Dat mensen daar heel anders op reageren. Ik denk dan vooral, is de persoon blank of niet blank? Ik denk echt wel dat daar anders wordt naartoe wordt gekeken. Helaas, ja. Je hoort dat vaak, dat jongens in een zwarte hoodie worden vermoord gewoonlijk door politieagenten in Amerika. Maar ik denk eerder dat gebeurde omdat er onder die black hoodie ook een black man zat. Ze gaan niet zomaar witte met zwarte hoodies doodschieten, hè, in Amerika. Mm-mm. Dat begrijp ik niet zo goed. Dan willen van een... Ja, een kledingstuk. Dat ze daarom mensen vermoorden, dat snap ik niet.